Simonsen en ik ben 10 jaar en ik woon in Wijkbladierstede. Ik ga nu mijn harte vriendin Esther interviewen. Hi. Hey, wat goed. En dit doe je vaker zo? Interviews afnemen en meteen daar een filmpje van maken. Ja. Je presenteert het, dat kan ik zien. Camera? Ja. Ook zelf? Ja. Vragen? Ja, ook. Zelf bedacht. Redactie zelf, productie. Doet dus gewoon alles zelf. Ja. Ik zit hier gewoon naast de nieuwe Aldit Hunker van 2010, zal ik maar zeggen. Ja. En nou begrijp ik ook wel waarom je die vraag gestuurd hebt. Want ja, je maakt zelf dus al filmpjes, maar je wil in feite alles over weten. Ja. Hoe wordt Joost nou zo snel als de nieuws komt? Nou, we zitten hier al heel dicht bij het antwoord. Namelijk bij het NOB. En daar wordt het Joost nou opgenomen. Ik stel voor dat we snel naar binnen gaan. Band meenemen. Weet nooit waar het goed voor is. Maar wij zoeken met alles. Nou, en hier gebeurt het allemaal. Hier komt dus al het nieuws binnen, hier wordt het verzameld. En hier gaan mensen ook de beelden bekijken en teksten maken. En zorgen dat het op een goede manier in het journaal komt s'avonds. Maar nou wil ik niet flauw doen, maar dit is toch niet de hele redactie van het Jeugdjournaal. Nee. Ik zie daar bijvoorbeeld al een heel bekend gezicht. Ik kan me niet voorstellen dat hij ook bij het Jeugdjournaal werkt, toch niet? Toen mag ik eens een keer het Jeugdjournaal presenteren. Af en toe. Dat is voor mij het hoogtepunt van het jaar. Ja, eerlijk gezegd, het grootste gedeelte van de tijd werk je gewoon voor het journaal, toch? Dit is ook van het... Ja, hier worden alle journaals gemaakt. Het Jeugdjournaal is één van die journaals. Maar het is handig om veel samen te werken en samen het nieuws binnen te halen. Dus daarom zitten we bij elkaar in één ruimte. Ja. En hoeveel medewerkers zijn er nou in het Jeugdjournaal? 16 hebben we er. Die zijn er niet allemaal elke dag, maar in totaal 16. Ja. En wat doe jij nou eigenlijk? Ik ben hier de eindredacteur, niet elke dag, maar ook een aantal dagen in de week. En dat betekent dat ik als eerste begin en kijk wat we op een dag zouden kunnen doen. En dat ik met de redactie samen kiezen wat we uiteindelijk in de uitzending samen stoppen. En dan hou ik een beetje in de gaten dat het door de dag heen goed loopt. Moet je denken aan een liedje van Kinderen voor Kinderen, als ik de baas zou zijn van het journaal. Jij bent in feite de baas van het Jeugdjournaal. Af en toe, ja. Nou, die 17 mensen, die verzamelen dus het nieuws. Hoe halen die nou het nieuws uit het buitenland? Het grootste deel van het buitenlands nieuws krijgen we van onze collega's. Door ze nu praten. In andere landen, in Groot-Brittannië en in Frankrijk en in Duitsland zijn ook jeugdjournaals. En als die een reportage hebben gemaakt waarvan ze denken van nou dat is ook wel leuk voor het jeugdjournaal. Dan laten ze ons dat via dit kastje weten. Ja. Erg hard aan het praten. En dan zeggen wij oké, dat willen we graag hebben. En dan dezelfde dag krijgen we dat pandje dan binnen. En zo kunnen er ook leuke Nederlandse nieuwtjes in het buitenland terechtkomen. Ja, en dan kan het zijn dat het dan in het Duitse jeugdjournaal terechtkomt. Ja. Maar hoe krijg je die beelden dan hier? Nou, dit wat bijvoorbeeld nu binnenloopt, gaat per satelliet. Dus de mensen die dit gemaakt hebben, hebben dit bandje gestart. En op het moment dat ze het starten, zien wij het ook. Dus het gaat razendsnel. Mag je dat dan helemaal zelf beslissen of je zo'n filmpje dan in het jeugdjournaal doet? Of, Nee, dat zet ik dan op het lijstje wat ik later met de redactie bespreek. En dan kan ik er wel bij zetten van nou ja, dit lijkt me volgens mij een heel leuk filmpje. Maar dat beslissen we dan samen in die redactie. Bij jongeren. En dan... Doen jullie dat nou elke ochtend zo'n vergadering? Ja, dus elke dag beginnen we de vergadering met de mensen die er op die dag zijn. Om te bespreken wat we zouden kunnen doen op een dag. En dan maken we met elkaar ook een keus uit de onderwerpen. En spreken we af wat we denken dat het leukst is voor het Jeugdjournaal van die avond. Oh ja. En dit is de lijst voor vandaag? Ja, behalve die korte onderwerpjes die het journaal maakt, bijvoorbeeld een kerk die weer in gebruik wordt genomen, hebben we in Nederland nu het extra probleem. Nou, ja, misschien kan je mee. Ja. Dus even kijken wie we dat vandaag laten doen. Saskia, zou jij vandaag naar die extra zullen gaan in Den Haag en mogen zij dan mee? Ja, is goed. Leuk. Nou, dan zien we graag gaan. Nou, ben je duidelijk op de plek waar het allemaal gebeurt. Stenen gooiende extras. Alleen Saskia, ja, die is net zo snel als het nieuws, die is er weer vandoor. Dus die moeten we nu op gaan zoeken, want we willen toch weten hoe zij te werken. Ja. Ja, zeker. Ik durf het toch wel, want waar moet ik mannen zetten? De hele buurt is hier vanwege de extras verboden gebied eigenlijk, of gevaarlijk gebied. Heeft u de schade wel gezien in andere auto's? Jawel, jawel. Heel erg zelfs. De achterruiten, de voorruiten. Saskia, maar wel helemaal. Ja, ja. Kom jij nooit in beeld? Nee. Vroegen ons af. Nee, dat mag ik niet. Echt niet? Nee. Ik ben maar een redacteur.
Die bij het Jeugdjournaal heb je verslaggevers en die gaan ook in beeld en de redacteuren niet. Ja. Maar zo ga je gewerkt. Je gaat gesprekjes verzamelen. Ja. En je weet voor jezelf al wat je wil gaan doen? Ja, zo ongeveer wel. Dan komt er dus een boswachter, die gaat die extra's vangen, als het goed is. Dus daar hebben we een afspraak mee. En dan komt iemand van de vereniging die flatgebouwen beheert. Dan mogen we naar de kiezelstenen op het dak kijken. Daar komen ze vandaan, de stenen. En dan mensen in de buurt natuurlijk, want die hebben er last van de stenen. Dat is een echte exo. Dat is een echte exo, ja. En ze raken dus deze tak en dan valt het pluikje naar beneden. Dat hoopt u althans als ze dat erin hopen komen. We dan, ja. Zij vroeg niet nog af? Of het... Ja, hoe lang gaat het filmpje ongeveer duren? Weet je dat al? Ik denk 2,5 minuut. Oh, dat is wel kort. Ja, dat is langer dan je denkt hoor, als je het terugziet op televisie. Mensen denken altijd als je zegt, als je ze belt bijvoorbeeld, we gaan een onderwerp over jullie maken, of dat willen we graag. Het wordt 2,5 of 3 minuten, dan zeggen ze vaak, oh wat kort. Maar als je terugziet, het Jeugdjournaal, dan is het best lang. Ja, soms ook als je mensen interviewt die gewoon in de straat wonen, dan kan het heel lang duren. Dan stel je wel 5, 6 vragen en dan ben je 5, 6, 7, 8 minuten verder. Voordat ze iets gezegd hebben waarvan ik denk, hé, dat is leuk, dat kan ik gewoon. Oké, we hebben de repo op band staan nu. We gaan dus nu naar Hilversum, weer terug naar de studio van het Jeugdjournaal. Ik heb ook al menig putje in mijn hoofd. Vind ik leuk. Ook al menig putje in mijn hoofd. Ik heb ook... Ja. Nou ja, ik ben nou aan het proberen om er een leuk filmpje van te maken. Ik heb wel besloten. Ik ben aan het kijken welke stukjes achter elkaar passen. En dan monteer ik ze samen met Astrid. Ik zeg wat ik leuk vind en zij zit aan de knoppen. En hoe lang ben je hier nog ongeveer mee bezig? Nou, ik denk nog wel een uurtje. Misschien zelfs wel iets langer. Een uurtje. Na een uurtje is het kant en klaar. En dan kan het zo uitgezonden worden. Als, hopelijk wel, ja. Ja. Een uurtje is voor ons misschien een beetje erg lang. Zullen wij, is het goed dat wij nog even rondkijken op de redactie? Ga je gang. En dan verras ons maar. Nou, om al die redenen doet Humphrey maar alsof. Hij, alsof zijn neus bloed staat daar trouwens. Even kijken. Dan eindig je als broodje shawarma. Mogen we even door? Hey. Ja? Je bent aan het repeteren? Ja. 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 Nee, we willen ook even aan het rondkijken. Ja, en dit is natuurlijk de heilige plek van het Jeugdjournaal zo'n beetje. Is dat je? Hebben jullie voeten geveegd? Ja, we hebben de voeten geveegd, okay, absoluut. Ja. Kijk, zie je dat daar? Ja, die kaart? Moet je even kijken. Ja, hé. Dat is dus mijn camera. Ik dacht dat je alles uit je hoofd leerde. Nee, dat is niet zo, want dan zou ik 10 minuten tekst uit mijn hoofd moeten leren. Dus daarom staat het op zo'n autocue, zo heet dat. Ja. En schrijf je die tekst nou zelf? Nee, ik maak 1 tekst op een dag en de rest wordt door mijn collega's gemaakt. En dat lees ik dan op wat zij geschreven hebben. En al dit, dat oortje, dat heb je in voor de laatste aanwijzingen van de regisseur? Ja, dan kan ik, zo sta ik in contact met de mensen daar. Dus met autocue en oortjes eigenlijk wordt het wel makkelijk zo, of niet? Of maar niet? Ik moet wel zonder fouten lezen. Dat is waar, dat is waar. Dat en het is ook goed voor jou dat jij dat allemaal weet. Ja. Want het is leuk om te vertellen, dit wordt jouw opvolger. Ja. Ja, ben jij het? Zij wordt het, kijk. Ik heb hier een band met een soort interview, een soort screentest. Ja? En die zou je eigenlijk moeten bekijken. Want ik ben ervan overtuigd dat deze meid jou opgaat. Dat vind ik echt hartstikke leuk. Ja. Maar kunnen we dat na de uitzending doen? Natuurlijk, natuurlijk. Wij gaan ook weer weg, maar wij wilden even dat we ook gevoeld hebben. Nou, leuk vast. Ja. Succes voor straks. Hey! Hoi! Ik ben klaar. Willen jullie iets voor me doen? Tuurlijk. Bandje wegbrengen naar de studio, want de uitzending begint zo. Dus snel alsjeblieft. Snel, geef maar mij. Dan gaan we dat doen. Bedankt. Tot zo. Doei. Dicht, schiet op. Rustig. En 4. Schiet op, ja, rustig. We doen allemaal rustig. Bel eens op, die hebben. Ik met de boeren moet praten over de oplossing. Het is jouw vraag. Pak die bal af. Bewoners van de straat Landzijde in Den Haag. Hans, goed, waar je die band wil halen. Over de extras van Saskia. Hier, attentie voor beter stil. Als die erin zit, wil ik het horen. Op tijd. Hans, ga naar de camera. Ja, zit erin. Start. Ja. Hallo, ik ben Roos. Hey, dat ben ik. 10 jaar. Ik woon in Duurstede.